Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo voor de Daily Minutes nummer 1133 met een uitzending voor vandaag, 12 november 2017. Dit is het bulletin van zondag. As an exception to the rule today, this bulletin will be in Dutch. Deze hele uitzending is vandaag in het Nederlands. Een speciale uitzending vandaag over een onderwerp waar ik de afgelopen maanden veelvuldig vragen over heb gekregen. Onder andere van Edwin PG4E, ik zou bijna zijn oude kool zeggen, die me diverse keren hierover benaderde. De uitzending is door de hoeveelheid werk die erin is gaan zitten mogelijk wat korter dan anders. Ja, sinds gisteren gonst het in het land van de omroephobbyisten. Totaal onverwacht was daar op zaterdag ineens een testuitzending van Radio Caroline op 648 kHz. Op Facebook werd de testuitzending gisteren als volgt aangekondigd. Tune to 648 kHz now and listen to the sweet sounds of Ray Charles. From a point in East Anglia, it's testing now. De 1 kW van de zender op de voormalige frequentie van BBC World Service was formidabel hard. De uitzendingen bestemd voor de graafschappen Suffolk en een deel van Essex werden niet alleen in die regio gehoord, maar ze zijn ook met een goede signaalsterkte en een goed geluid in Londen, Kent en Manchester gehoord. En ook vanuit Nederland en België zijn de rapporten tot diep in het land, onder andere in Brussel en Zuid-Limburg. Het signaal was ook goed te horen op een web-SDR in Ierland. Ja, langzaam begint zich af te tekenen waarom het allemaal zo lang duurt. Caroline heeft eerst met Ofcom de degens gekruist om überhaupt in de lucht te komen. Over de strijd om uiteindelijk een vergunning te krijgen is zo'n 7 jaar lang gedaan. In mei van dit jaar was het dan zover en toen gebeurde er lange tijd niets. En leek iedere publiciteit over de zaak voor Caroline zelf ongemakkelijk. Lastige vragen en opmerkingen werden bijvoorbeeld snel van de Facebookpagina van het station verwijderd. De uitzendlocatie die gisteren door hobbyisten in Engeland is uitgepeld betreft niet de plek 30 kilometer landinwaarts bij Ipswich, maar 30 kilometer verderop aan de kust in de plaats Offertness nabij Felixstowe. Vanaf de zendlocatie en waarschijnlijk ook met de antenne die jarenlang ook door de BBC World Service is gebruikt. De vergunning die is dus uitgegeven voor de omgeving van Ipswich. Niet bekend is of het Britse Ofcom hiermee akkoord gegaan is, maar het lijkt voor de hand te liggen dat dat het geval is. De locatie en de antennes verklaren in elk geval de goede signaalsterkte en ontvangstrapporten daar aan de kust. Het zendstation in Orfordness is in handen van een aantal commerciële bedrijven geweest na elkaar, die steeds door een grotere partij werden opgekocht. Radio Nederland Wereldomroep heeft er zendtijd ingehuurd en ook de Mighty KBC heeft vanaf deze locatie enige tijd op de Middengolf uitgezonden. Alle antennes uit de tijd van de BBC World Service die staan er dus nog steeds. De BBC zond vanaf die locatie niet uit met 1 kW, maar met 500 kW op 648 kHz. De gebruikte antennes voor die uitzendingen hadden echter een sterk richteffect richting het Europese continent, waardoor overdag met name in Nederland, België, Luxemburg, Noordoost-Frankrijk en Noordwest-Duitsland de ontvangst goed was. De World Service zond niet uit voor de UK zelf. Het antenne-array bestaat uit een vijftal masten van 106 meter 70 hoge vrijstaande werkmasten, zeg ik dat nog goed, heeft een zodanig richteffect dat de ontvangst richting Engeland verwaarloosbaar was of niet mogelijk zelfs. Het ligt niet voor de hand dat dit de antenne is die Caroline nu gebruikt. Als backup is er een reserveantenne voor 648 kHz. Die is rondstralend en kan een zendvermogen van maximaal 250 kW aan. Het lijkt erop dat dit de antenne is die Radio Caroline gisteren voor de testuitzendingen heeft gebruikt. Aangekondigd is dat de reguliere uitzendingen van het station al binnen enkele dagen een feit kunnen zijn. Gisteren werd er met name muziek gedraaid en om ontvangstrapporten gevraagd. Ja, de Middengolf is erg populair om op uit te zenden, met name door de grote belangstelling voor LPAM. Ik heb voor de aardigheid ook nog even naar de Nederlandse situatie gekeken. Ik was al van plan om dat te doen met de vele mutaties en vooral nieuwe vergunningen van de laatste tijd. Momenteel zijn er 4 vergunningen in Nederland voor groot zendvermogen op de Middengolf. Voor 50 watt PEP of 100 watt zijn dat er 40. En voor 1 watt of minder zijn dat er 35. In totaal 80 stations op de Middengolf in Nederland. Je kunt dus wel zeggen dat de regeling voor de vergunningen daarvoor een flink succes is. Daily Minutes zijn dagelijks vanaf ongeveer 1900 uur te beluisteren via PI2N. De uitzending wordt een dag later om 10:30 ochtends herhaald. Alle mail is welkom op het adres x@xdv.me. Dat is ook te vinden rechts bovenaan de webpagina van de uitzendingen www.pa0ete.nl. Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo. De Daily Minutes toont iedere dag weer aan de hand van schokkende voorbeelden hoe een hobby mensenlevens kan veranderen. De Daily Minutes komt tot stand mede dankzij de stichting Scope Hobbyfonds. En microfoon naar retour.